Hallo allemaal! Nou, blijkt dus een storm in een glas water te wezen, want ik heb het geld er wel bij gekregen. Van het werk en van de stroomval. Ik weet niet waar ik met mijn hoofd zit. Het is geen 2300, maar ik heb maar 23.000. Wat doet dit op mijn vel? Daar ben ik niet geweest, dat weet ik zeker. Wat doet dit nou op mijn vel? Kan ik het weghalen? Kijken of die auto's te lang spuren. Kom op met die auto's. Kom op met die auto's. Kom nou. Wat hoor je nou, kind? Ik denk niet dat ze door kunnen rijden. Maar het is hier ook zo druk met verkeer. Oh, ik heb een voording afgekoppeld. Daarom had ik, ik dacht dat ik een kaart afgekoppeld, maar ik heb mijn gewicht afgekoppeld. Dus dan gaan we die even aankoppelen, hè? Deze dingen 180 graden gedraaid te rijden. Waarom kan ik hem niet aankoppelen? What the fuck? Zo, we hebben daar 23.000. Wat is het? Half drie. Ja, ik heb net naar het half vier en het is nog hartstikke door, hartstikke licht. Is het dan weer wat gewijzigd? Nee, oké. Okay. Maar we kunnen wel even kijken of we iets hebben kunnen kopen wat we nodig hebben. Wat hadden we nodig? Een silo zit er niet in. Een kas. Dat, ja. Zit dat hierin? Silo, schuren, boerderij. Oh, waar haal je nou een kast van? Is
vind ik soms moeilijk te denken dat het nodig is. Jeetje, Milo, hoe zit je nou? Waarom haal je nou een kastje vandaan? Nee. Diverse, zal het daar rond staan? Nee. Dat is een koekelig. Wake-up? Nee. Waar? Interessant. Oh, wacht, Giants of stel van Bobby Simulator. Nee. In. Oh, eentje spatje. Ja, kast uitbreiden, hartstikke leuk, maar die geeft ook niet aan hoe je het moet doen. Nee, laat me zitten. Ik zoek het zelf wel uit. Zo'n bedrijfsnamen. Dat zal wel niet wezen. Ja, hier zit het ook niet tussen. Nee, het zal toch hier tussen moeten zitten hoor. Wauw. Boerderijen. Nee. Nee. Dat op de schuur valt. Productie. Broeikassen. Hey, gevonden. We hebben een grote. Nee, want we hebben wel meer.
beer. Opzet. En ik weet dat sla het meeste verkoopt, maar het duurt eeuwig voordat sla groeit. Ondertussen heb je al 4 keer andere producten verkocht waar je volgens mij meer aan verdient. Dat gaan we zo wel even nakijken. Even kijken. Nee, wat planten doen. Wat planten? Volgens mij was het de sla, tomaten. Wat doen de tomaten? Ja, dus, ja dan gaan we voor tomaten. Nee. Hey. Op naar de kas. Want dan heb ik in ieder geval één ding wat geld oplevert. Hallo? Joe? Waar is de ingang? Oh, hier is de deur. En hier? What the fuck? Oh, ik moet water hebben. Hoe vol zit die? Ik kan niet meer doen. Ja, een deur. Nada. De verkeerde deur geopend waarschijnlijk. Geen idee wat ik gedaan heb net dat die open ging. Nou, laten we ze lekker open. Dag. Hoe moet je nou met je planten? Oh, echt. Productiebeheer. Yeah! Tomaten opslaan. Tomaten. Oh nee. Opslaan. Ik moet water hebben. Okay. Hoe haal ik water? Een watertank kopen. Het is even een uitgave, maar het betaalt zich vanzelf terug. Oh, dat wou ik bekijken. Wacht even. Ja. Productie kost 2 per maand, cycling per maand 1536. Sla. Nee, maar ik wil weten, je krijgt 2 water, 1 sla. Oh, recept, nee, dat ben ik niet. Ik wil weten met... Hoeveel krijg je voor tomaten per keer en hoeveel krijg je voor sla?
Misschien hier. Ja, dat doen we verkopen. Dat lijkt me een goede. Dat hoef ik zelf niet te verkopen namelijk. Nee, dat is misschien wel leuk om het later te verspreiden. Nee, opslaan. Maar ik weet niet, wat krijg je per maand? Want dat slaan, dat duurt zo fucking lang nu. Dat is zonde om eraan te beginnen. Misschien met de tijd, als ik geld heb, dat ik een tweede kast kan kopen die ik erbij neerzet, waar ik dan dus wel sla in zit. Maar we moeten eerst even een waterding kopen. Nee. Nou, die moeten hieronder vallen, dat kan niet anders. 16. Die verse. Nope. Nop, nop, nop. Dat je geen zoekoptie hebt, dat is ook zoiets doms. Wat erg zeg. Een watertank, die kan er gewoon hieronder komen te staan. Dat denk ik gek. Dat is een mistank, daar heb ik niks aan. Leuk dat het even terug. Wat is dit? Dit is toch ook een watertank? Of ben ik nog geen? Oh, wat erg. Wat is dit eigenlijk? Oh, dan laten we zien welke voertuigen je ervoor nodig hebt. Ah. Oh, ik wel. Nee, wel nog steeds niet. En trouwens, ik ga even slapen. Er staat weer wat nieuws in. Worden. Nee joh, dit is mijn eigen land. Ik moet geen nieuwe planting niet. Want ik heb nou gezien dat dat niet kan. Want als je ziet wat voor dingen allemaal op je ding wat je moet zetten. Dan is het gewoon mijn boerderij zelf en de rest van de planting. Maar waar ga je nou een fucking watertank verdomme? Vloeistof? Nee, dat niet. Nou, dan komen we straks al vrachtwagen.
Dit is het enige wat ik kan associëren met water drinken. Want er zit geen water bij. Niet dat ik hem kan kopen, maar ik zat te kijken dat er misschien stond dat je ik kan me uitbreiden met water of zo. Dat kan ook niet. Wat is dat? Vloeibare mest verspreiden. Ah, nee, dat hebben we niet nodig. Maar nee, wat is dit nou voor gedoe? Waarom, ik zeg het, waarom is het niet gewoon een simpele zoekoptie? Ik word er niet goed van, echt. Ik word er niet goed van. Basisbeginselen. Geld uitgeven. Dat is op slag. Hij moet wel even lekker. Zo. Oh man, waarom moet het zo ingewikkeld zijn met flikkeren in toe? Waarom staat er wel een misttank hier, maar geen watertank? Oh, we kunnen ook een waterpomp neerzetten. Ja, alsof je die zo vindt. Maar goed. Waar was dat ook alweer bij?
Oh man, dat spel dat ontbreekt veel dingen, echt waar. Terug naar Google. Echt zo te flikker. Nee, ik weet waar ik water kan halen. Bij Deliveroo krijg je nu 15 euro korting. Flikker, flikker op met het gezeik, stijgt. Ik denk je zo. Ik denk je zo. Ja, wat een zodenbieter op ze, wat is dat voor gelul? Oh man, man. Je wordt een scheidsziek van verdomme. Ik denk niet dat je dit spel nog lang speelt. De graan staat erop, druiven staan erop, olijven, aardappels, suikerbiet, suikerriet, alles behalve sla, tomaten. Ik voor de rest. Oh, moet ik toevallig daar helemaal naartoe? Thank you.
vissers, poepsie, die vogels. Nee, daar gewoon. Nee, hier niet. Oké. Okay. Dacht dat ik een breinvaart had. Nee, want het is dit. Wat een gezeik zo'n straal zeg. Wat is hier nou voor gedoe, man? Ik beëindig deze video. Ik ga niet eerst spelen voordat het episode weer goed is. Want ik snap het ballen niet van. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.